Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga het vandaag hebben. Oh, hey, hoi. Ja, zoals je misschien zag, ik ben een video aan het opnemen voor op social media. Want daar gaat het vandaag over, hè? Social media, sociale media. Sociale media is tegenwoordig heel belangrijk voor het delen van berichten, voor het plaatsen van video's en foto's. Maar je moet er altijd heel goed op letten, hè, wat je ermee doet. Als je namelijk een video erop zet. En je denkt er niet goed over na wie hem allemaal kan zien. Dan kan het zomaar zijn dat je buurman hem kan zien, of je docent, of die ene leuke jongen of dat ene leuke meisje. Dus je moet er altijd heel goed op letten wat je erop zet en wie het kan zien. Als je nou een bericht gaat plaatsen, dan is het ook altijd verstandig om te bedenken: waarom zet ik het er eigenlijk op? En wie gaat dat leuk vinden? Of misschien is het wel juist niet om leuk te zijn, maar gewoon om dingen te melden. Dan moet je er toch altijd goed over nadenken. Wat zet ik er eigenlijk op? En waarom zet ik dat er eigenlijk op? En wie gaat dat allemaal bekijken? Wie kan het allemaal bekijken? Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden als je gebruik maakt van sociale media. En misschien dat je het niet weet, maar we gebruiken toch al stiekem veel meer sociale media dan je in eerste instantie denkt. Als ik namelijk aan sociale media denk, dan denk ik heel gauw aan Facebook en Instagram en Snapchat. Maar WhatsApp bijvoorbeeld is ook sociale media. En misschien heb je ook al wel eens gehoord van LinkedIn. Dus ook een sociaal media. En zo zijn er om ons heen heel veel verschillende soorten sociale media die we met z'n allen heel veel gebruiken. En waarbij jullie dus goed moeten bedenken: wat doe ik ermee? Waarom doe ik dat ermee en wie kan het allemaal zien? Nou, als jij nou in het vervolg op sociale media gaat, je wil een berichtje plaatsen of een filmpje of een foto, dan moet je dat dus voor jezelf goed bedenken. Ik zou zeggen, veel plezier op sociale media, maar wees ook heel, heel voorzichtig en wees erop bedacht dat heel veel mensen het kunnen zien. Dus veel plezier en succes!